In het kader van Amersfoort Fotostad is er in het Meridiaan een expositie aan de flatgebouwen opgehangen. Dit is een onderdeel van Fotostad Amersfoort en daar weer een onderdeel van het internationale fotobiennale. Ik ben projectleider van Gekruiste Blikken en tevens het project Mozaïek en dat is in Liendert. En dit loopt tot 13 juli, dus dat is ongeveer 2 maanden. Die ogen komen uit die flats. Dat zijn mensen die daar wonen. Het zijn ouders, jongeren, kinderen, vrouwen, mannen. Donker, blond, zwart, maakt niet uit. Iedereen die hier woont eigenlijk. Dat is de diversiteit aan deze wijk. En dat willen we laten zien.